Goed gevoetbald door Heerenveen. En dan tussen drie, vier man probeert Zarawi toch nog die bal in de ploeg te houden. Dat lukt met wat hulp van Alhadj. De voorzet dan richting Nunnally op de paal. En uit de rebound raakt van Hooijdonk. 1-0 Heerenveen. Zo dominant als voor rust is Heerenveen al lang niet meer. Nog wel de beste kansen gekregen in de tweede helft. Maar eindelijk nu ook een tegenstander dat zich met de wedstrijd aan het bemoeien is. En dat was voor rust zeker niet zo. RKC, Seuntjes. Paas op Jozefzoon. Jozefzoon, ruimte en het schot en de gelijkmaker. Onverdiend, maar wat zal het ze schelen? Seuntjes krijgt de bal bij Lelieveld. Lelieveld 2-1 RKC Waalwijk. Zal toch met genot hebben gekeken naar het spel van zijn elftal in de eerste helft. Kees van Wonderen. Maar nu ziet hij de punten verdwijnen. En misschien is die 1-3 hier wel in de maak. Ja hoor. Oekili. Binnen een paar minuten lijkt RKC de wedstrijd hier gewoon te beslissen. Goed doorgespeeld. Bakari. Bakari wordt het dan nog mooier. 1-4. Slagroom op de taart. Een schitterende avond voor RKC Waalwijk. Dat een grandioze tweede helft in Friesland beloont. Met een vierde treffer. De tweede van Jozefzoon. Voor de vijfde keer dit seizoen weet RKC na een achterstand toch nog een wedstrijd te winnen. En mag het echt gaan dromen van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.